je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Hallo lieve mensen van me. Ik ga vandaag witte courgette maken. Heb ik gekocht bij de toko. Het is echt jong hoor, zie je? Heel mooi. Lekker jong. Zonder pit. En die gaat zo lekker smaken. Ik ga met doermatjerie maken met droge vis, weet je? Met warme vis. Die ben ik aan het wassen. Ik heb het mooi gewassen. Dan kan ik hem nu maken. En dan laat ik jullie allemaal zien. En nu ga ik hem raspen. Ik ga mooi lekker raspen. Zo. Kijk, die stengel zijn zo jong dat je alles kan koken. Dus dat. Dus ik neem die stengel ook mee. Vandaar. Wordt een heerlijke, lekker pot. Dit is hem geworden. Zie je? Zo. Dit is mijn courgette. Die heb ik geraspt. Dan ga ik dit koken. En ik heb tomaat hier. Die ga ik erin zetten. Warme vis. Die ga ik erin zetten. Ik heb een hele peper. Die ga ik erin zetten. En uien natuurlijk. En mijn knoflook heb ik al gemaakt. Dus dit allemaal gaat erin. Ik ga niet veel uien zetten, weet je. Dus anders wordt het een beetje zoeter. Dan zet ik een halve uitje. Dan ga ik mijn peper snijden. Zo. Mijn olie is al nu op de vuur. Hij is aan het heet worden, dus... Lieve kijkers, velen van jullie weten het niet, maar Suriname Kitchen heeft nog een YouTube-kanaal. De YouTube-kanaal heet Madhu Vlogs. M-A-D-H-O-E spatie V-L-O-G-S. Op deze kanaal vindt u vlogvideo's over het dagelijks leven, over het reizen naar buitenland en lekkere eetvideo's. Subscribe oftewel abonneer voor gratis op Madhu Vlogs. Druk op het bel-icoontje om op de hoogte te blijven van de nieuwste vlogvideo's. Klik anders ook op het link onderaan deze video om naar Madhu Vlog kanaal te gaan. Bezoek ook onze TikTok. Mijn olie is al heet. Dus dan ga ik mijn uien bakken. Laat mijn uien een beetje middelgoudbruin bakken. Daarna ga ik mijn knoflook zetten erin. Nu zet ik mijn knoflook. Uienknoflook koken is heel gezond. Dat zijn de natuurlijke producten, hè. Ik kook liefst met heel veel uien en knoflook. Ik heb mijn vuur een beetje hoog gemaakt. En dan zet ik deze met warme vis. Die mag lekker gaan bakken. En dan gelijk zet ik een beetje zout. Niet veel, een beetje. Zodat het niet spettert, weet je. Dus dat. Zo maak ik mijn gerechten. Even kijken. Nu ga ik mijn peper toevoegen. Zo. Dan mag hij lekker gaan bakken. En als hij een beetje goudbruin gebakken is, dan ga ik mijn courgette erin zetten. Dan wil ik eerst gaan lekker smaken hoor. Heerlijk. Zo. Nog steeds mooi bruin gebakken. Lekker. En dan ga ik een blokje erin zetten. Zo. Ik heb een blokje hier. Spits het mooi te bakken. En dan ga ik mijn courgette erin zetten. Mooi.
Sweetie. Zo, dat zo. Zo, dan ga ik even kijken. Oeh, dat is goed hoor. Lekker. Nu lekker te smelten. En dan ga ik de tomaat erin zetten. Jawel. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan heb ik de tomaat hier. Zo. Heerlijk. Hier de vuur heb ik gestart. Zodat de tomaat een beetje smelt erin. En dan is het bijna klaar. Zonder masala, zonder niks, hè. Alleen in tomaat heb ik dit gemaakt. Met courgette. Witte courgette, hè. Heerlijk wordt het. Lekker smaken hoor, straks. Lieve kijkers. Duurt niet lang om te koken hoor. Maar even misschien een half uur, dan ben je klaar. Als je alles voorbereid hebt, dan binnen een half uur is het al klaar. Dus dat. Zo, dan ga ik kijken. Oh, wauw, heerlijk. Zo, mijn courgette is al klaar. Ik ga lekker smaken hoor, lieve mensen. Heerlijk. Dus zo heb ik mijn courgette gemaakt. Sweetie. Ik zou zeggen, lieve kijkers, eet smakelijk. En tot ziens, bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.